Hey, hallo, een hele goede morgen. Welkom op mijn kanaal. Ik ben Joyce Tresor en dit is weer een video voor de 100 dagen challenge. Ik heb al wat spulletjes bij elkaar gezocht voor vandaag, maar mijn hoofdingrediënt is dit. Label stickertjes van de Action. Zijn gewoon eenvoudige stickers. Ik gebruik ze altijd voor van alles en nog wat. Iets op te schrijven en dan vaak ergens op te plakken. Maar ik dacht, er zijn altijd zoveel van in zo'n pakketje. Ik ga gewoon ook stickers maken voor in ons project. En ik wil ze gaan maken met stempels en inkten, stukjes boekpapier en nog een leuke focal point erop, waar ik nog over zit te twijfelen. Maar daar komen we straks wel uit, denk ik, als we bezig zijn. Wat ik bij heb gepakt zijn mijn inktjes. Dus ik ga eerst deze spierwitte stickers een beetje kleur geven. Gewoon door met blending borsteltje eroverheen te gaan. Ze hoeven niet pikdonker te worden. Al zou misschien ook met een met zo'n spray, oxide of distress spray, kan natuurlijk ook heel leuk zijn. Ik ga nou even voor de inktpad met het borsteltje. En dan een paar met vintage foto. Deze is vintage foto. Ik ga niet voor super nette mooie blending. Ziet die allemaal die vlekjes en zo. Dat mag. Dat vind ik oké. Ik wilde ook nog met mijn Bordeaux rood. De Aged Mahogany. Dan moet ik eigenlijk even een nieuw groter borsteltje. Maar ik heb nu alleen nog maar even schoon deze kleine. Dus ik pak even. Kijken of dat lukt. Of het wat wordt. Misschien wordt het wel geen gezicht, maar we zien wel. Nou, lekker slordig, maar dat geeft niet. Dat mag. Er zit in ieder geval wat kleur op, toch? Daar ging het me om. En dan wilde ik met stempels. Nou hebben we natuurlijk die mooie scriptstempel. Heb ik. Maar wellicht heb jij iets anders moois. Kan allemaal. Heb ik nou mijn acrylblok. Oh hier. Oh zeg je, die had ik wel klaargelegd, dacht ik. Oh, hij blijft plakken. Het is een mooie, hè? Je kan het ook gewoon lezen. Het is wel Frans. Het is niet dat ik het echt letterlijk kan lezen. Dat ik weet wat er staat. Maar wel dat de mooie letters zo mooi zijn. Zie. Met bruin doen. Oh, dat doe ik met iets donkerder. De walnutsteen ligt hier nog. Zo. Even kijken hoor, want er zitten nog meer leuke stempels op. Er zit een mooie vlinder bij. En ik heb wel eens een keer zin om die klok te gebruiken. Die heb ik nog niet zo heel veel gebruikt. Nou, wellicht heb je niet dezelfde stempels als ik, maar wel hele mooie andere. Zoek lekker op wat je hebt en ga daarmee lekker aan de slag, want alles kan hiermee. Oeps.
vlinder ga ik weer. Ach, die vlinder ga ik op deze met rood erbij doen. Vind ik wel leuk. Ik weet nog niet of straks nog heel veel zichtbaar van is wat ik nu aan het stempelen ben. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het gewoon altijd leuk als er van alles in laagjes gebeurt en te zien is. Dus ik wil dat het er nu leuk uitziet. Maar ook als er nog dingen bij komen, dan zul je altijd zien dat het niet allemaal meer exact zichtbaar is. Maar dat is, ja, dat moet je echt loslaten. Omdat het namelijk, als het er niet zit in de achtergrond, net nog een tipje van de vleugel bijvoorbeeld, net dat kleine beetje kleur als ik hier iets overheen zou doen, dan ziet het er toch anders uit. Dus echt die, dat in laagjes werken, dat is gewoon heel erg heel leuk. Maar ik weet ook dat heel veel mensen dan denken van, oeh, maar dan is weg wat ik net zo mooi heb gemaakt. Dat is niet helemaal waar. Het is niet helemaal meer zichtbaar, zeg maar, als bijvoorbeeld een vlinder, als ik hier wat overheen zou plakken. Maar je ziet wel nog net dat beetje rood in die achtergrond. En dat probeer ik eigenlijk te vertellen, dat je als je in laagjes gaat werken, dan maakt gewoon het project interessanter om naar te kijken. Maar het is niet zo dat je dus alles, ieder laagje nog heel goed ziet. En dat is ook oké. Even zien, op deze wil ik graag nog deze bloem in bruin. Zijn al niet meer die saaie stempel of stickers als zojuist. Hè? Zo, op zich zou je dit zo ook al kunnen doen. Kunnen bewaren. En dan nog een setje maken waar je dan weer overheen gaat werken. Deze zijn zo ook al heel leuk. Maar ik wil nog een stapje verder gaan. En daarvoor had ik klaargelegd ergens. Oh hier. Wat boekpapier. Ik heb een heel klein, hoe noemt dat? Dictionary. Woordenboekpapier. Heb ik gekregen een keer. En ik ga die gewoon gebruiken. Nou, die ga ik in stukjes scheuren. En die ga ik gebruiken hier bovenop mijn, op mijn stickers. Ik weet niet of ik al genoeg heb, maar voor nu ga ik even hiermee aan de plak. Ik doe op ieder stukje, iedere sticker een stukje. Het is heel fijntjes papier. Hier zit een kreukel in. Maar ook dat vind ik niet erg. Dat mag. En ik probeer niet te veel na te denken. Hup, erop. Nog eentje, want ik heb niet genoeg.
Die zat al vast. Eens even zien. Nou, de volgende stap. Even kijken. Ik wilde in elk geval de poppetjes van Tim Holtz. Dat ik er zoveel van gaan gebruiken als focal point. En misschien ook een paar met vlinders. Ik heb behoorlijk wat uitgeknipte vlinders. Moet ze nog wel even sorteren. Maar die erop zouden passen. Deze zijn vrij groot. Die zou wel kunnen. Ik had zo'n boekje uit de jaren 70. En daar, hier, die zou daar mooi op passen. En daar zaten heel veel mooi getekende vlinders en motten in. Dus daar ben ik lekker even op los gegaan om te knippen. Oh, hier zit nog een mooie kleine die daar mooi op zou kunnen. Ik heb hier zelfs nog een postzegel die iemand ooit heeft gemaakt in vlinders. Ja, die bewaar ik nog even. Een blauwe. Contrast is wel leuk, hè? Met dat rode op de achtergrond. Ik ben wel geneigd om dan vlinder niet op een plekje te doen waar ook al een vlinder stempel zit. Zie je dat? De merk zie ik nou mezelf eigenlijk doen. Ik heb er niet over nagedacht, maar ik merk nu dat ik hem dan niet daarop wil. Maar dat is een gevoel, ik weet niet waarom. Ik ga deze gewoon opplakken, anders ga ik er ook weer te lang over nadenken. En dan doen we op die andere als focal point leuk zo'n Tim Holtz poppetje. Een paperdoll. En heb je nou geen paperdolls? Ook heel veel leuke oude boeken waar ik ook regelmatig bij de kringloop meeneem met mooie foto's waar je dan weer zo'n poppetje uit kan knippen. Oh kijk, daar heb ik één keer mijn regel tussen haakjes. Maar dat er een vlinder zat, maar daar mag deze dan wel weer op. Dus ik was niet zo heel strikt in mijn regel. Zo. Nou, we hebben toch al een leuk set stickers. Nou zijn de Tim Holtz poppetjes redelijk groot. Dat zie je. Dus die passen er nog maar. Die passen net op zo'n sticker. Maar misschien is het ook wel grappig om wel juist zo'n wat grotere dan uit te laten steken. Maar dan moet ik ze even losknippen, want anders plak ik ze aan elkaar vast. Dat ga ik heel even doen. Ik ga ze even los van elkaar knippen. En dan zie je me zo weer terug. Zo, nou deze die moeten dus allemaal nog een focal point. En dit is het stapeltje met de vlindertjes. Ja, en ik dacht dan, is dan bijvoorbeeld zo eentje wel grappig. Dat hij net met zijn beentjes en zijn kopje erbovenuit steekt. Kan toch prima? Doen we gewoon alleen hier wat minder lijm. Of geen lijm bedoel ik. Alleen in het midden. En dan kan die mooi daar op de sticker. Ja, dat wordt toch leuk. Dit meisje. Het is wel grappig. Als ik die hier doe, dan heeft ze dus ook vleugels. Die ga ik daar doen. Oh, ik zie nou dat er nog een stukje uit moet. Er zijn ook veel die zitten. En ik heb altijd, als er eentje is met die zit, dan moet die ook ergens op zitten. Dat kan een stukje papier zijn of een stukje washi-tape of wat dan ook. Maar dat ze zo zitten in de lucht, dat zie ik soms mensen die kunnen dat. Die kunnen dat loslaten. Ik kan dat niet. Zoals dan bijvoorbeeld, laten we zien, dit meisje. Die leunt ergens tegenaan, zie je dat? Nou, dat kan ik dus niet om die gewoon hier op te plakken en te laten niet leunen. Dan moet daar gewoon ook iets zijn waar ze op kan leunen. En nou, heb ik hier nog een stukje tape over van een ander project.
hadden we hier ook weer mee gedaan? Oh ja, die collagestrips van à la Tim Holtz. Nou, dan heeft ze in ieder geval iets waar ze echt op leunt. En dan klopt het voor mij. Ik ben daar echt een mafkees in. Waar de een het moeilijk vindt om iets los te laten in de zin van te overheen te plakken. Daar ben ik dat ik niet kan loslaten dat zo'n poppetje ook werkelijk ergens tegenaan moet leunen. Of ergens op moet zitten. Hier hebben we bijvoorbeeld zo'n jongetje dat zit. Zouden we kunnen kijken of ik het kan dat hij hier op dit stuk... Kijk, dan zit hij op dat stukje papier. Dan is het leuk, toch? Ik vind het dan leuk. Dus dit jongetje mag daar zitten. Zo. Nou, nog vier leuke uitzoeken. Even kijken. Ik wil eens even zien. Dit zijn allemaal mannen en vrouwen. Die zijn over het algemeen nog groter dan de kinderen. Dus ik denk dat ik maar in de kindertjes blijf. Ik heb hier nog een leuk jongetje met een hoed. En een meisje, een beetje in zo'n deerdindel jurkje. Deze. En even zien hoor. Dat is leuk. Deze, die vind ik zo schattig. Ja, die ga ik gebruiken. Deel. Even kijken. Deze zat nog niet vast. Oeh, ik stok ze gewoon mijn kopie tegen de camera. Oh, hier zit ook nog. Alleen deze nog, toch? Ja. Zo. En dan zijn dit mijn stickers. Ja, je zou er nog van alles bij kunnen plakken. Eventueel nog kleine stickertjes of labeltjes of dingetje. Maar ik vind ze zo eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ga ze zo laten. Ik zal ze even één voor één laten zien van dichtbij. Als ik het scherp krijg. Deze, die het meisje wat zo hangt. Dan deze schattige kleine dame. En hier een meisje. Je ziet hier de tekst is op zijn kop, maar dat is niet erg. Het gaat er niet om dat je het kan lezen. Maar dat er gewoon wat meer gebeurt in zo'n achtergrond dan alleen maar stempeltjes. En daar kan je in natuurlijk nog veel verder gaan. Je kan nog kleur toevoegen door stukjes designpapier met een bepaalde kleur erbij te doen. Of stof. Stof kan er ook nog bij. Je kan er van alles op plakken eigenlijk. Net wat je leuk vindt. En dan die met de vlinders. Vind ik ook leuk geworden. Deze hele neutrale. En dan een mooie warme kleur. Oh, een beetje in het midden blijven. Deze. Dit is meer een mot. Is ook een mooie. Maar zo vind ik leuk, want ik heb heel erg zitten knippen al een hele tijd geleden met het idee dat komt wel, dat gebruik ik wel een keertje. Maar dat, dat doe ik dan niet. En nu heb ik gewoon lekker heel snel en heel simpel eigenlijk superleuke stickers gemaakt. Met de mooie plaatjes en een stempeltje. En die kunnen we natuurlijk straks weer gaan gebruiken. Ik kan me voorstellen dat jullie je afvragen van waar ga je nou met al die onderdelen heen? Maar je zult zien dat we straks onwijs veel plezier hebben dat dat er allemaal ligt. En dat je dus in een snelle tijd dat samen kan voegen tot een heel gaaf project. Ik hoop dat jullie het weer een leuke video vonden. Is dat het geval? Denk dan aan een duimpje omhoog.
een leuke reactie. En ben je nog geen abonnee op mijn kanaal, druk dan op die abonneerknop. En volg met mij samen deze 100 dagen challenge. En support mij daarbij ook, want ik vind het nog steeds wel een echte challenge. Al zijn we nu al voorbij de eerste 2 weken. En de eerste 10% is ook al achter de rug. Maar is nog steeds een dikke challenge. Dus het zou super leuk zijn als jullie mij gaan volgen, abonneren. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer terug. Dankjewel voor het kijken. Doei doei!